Ja, Jesper, ik moet nog een beetje bijkomen. Wat een avond was dit, man. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, een hele bijzondere avond, denk ik. Genieten voor iedereen in Almelo. De trainer zei gisteren, we gaan met alleen maar snelle jongens voorop. Jesper Drost op het middenveld erbij, want we gaan ze afjagen. En dat hebben jullie gedaan. Met overtuiging. Ja, zeker. Ik denk dat het in de eerste 10 minuten... Dat het echt duidelijk te zien was dat en eigenlijk de hele wedstrijd dat we echt vol doorwouden. En dat heeft gewoon super goed uitgepakt. En je had ze echt bij de strot, hè? Ja, echt. Zo voelde het in het veld ook. Dat heb ik niet heel vaak gehad in een wedstrijd, maar het was zo lekker. Ik zei net ook van het kost je energie om zoveel te jagen, maar het levert je ook heel veel energie op. Ja, want jullie leken bijna gedrogeerd zoals jullie op de Ajax-side afgingen. Ja, het lijkt wel alsof we die 3 weken hiervoor dat een beetje opgespaard hebben. Ja. Nou, zo is het natuurlijk niet, maar het kwam er vandaag allemaal uit dat het dan ook even mee zit met de score. Maar je zegt ook van ja, het levert ook heel veel energie op. Ben je dan in die wedstrijd ook echt aan het groeien en voel je dan ook van we zijn met iets heel speciaals bezig? Ja zeker. Als jij zo vooruit voetbalt en Volgens mij mis je een heel mooi feestje nu in de kleedkamer. Ja. Ik pak zo meteen wel een biertje. Maar dat is geweldig. Dat is niet te beschrijven. Ja, want dit komt voor velen ook als een verrassing. Ik denk voor jullie ook. Want jullie zaten in een behoorlijk wak. Ja, absoluut. Nog niet eens gescoord na de winterstop. Een paar slechte wedstrijden op de mat gelegd, denk ik. Maar vandaag was echt uitstekend. Ja, je brengt het nog vrij nuchter, maar ik denk dat je behoorlijk de voetbal weer aan het opschudden bent. Is dit dan misschien wel een van jouw meest, je bent al heel vaak, maar is dit misschien wel een van je meest bijzondere voetbalavonden? Nou, ik heb er nog wel 1 of 2 speciale gehad. Nou, vertel eens. Nou, de bekerfinale. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was ook tegen Ajax. En, ja. Kijk, dan win je ook echt wat natuurlijk. Maar dit was wel echt een wedstrijd waar je echt van geniet als je in het veld staat. Dat is best wel speciaal. Is dan in één keer die rotperiode van 8 nederlagen in 10 wedstrijden verdreven? Ja, tuurlijk. Daar waren wij zelf niet mee bezig of zo. Maar als je dat zo hoort, dan is dat natuurlijk wel veel. Maar het gevoel is nu supergoed. Dus we hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. Dus. Ja, de media waren er wel mee bezig. Nou, ook niet meer. Nee, daarom. Dat is mooi. Dat is 2 vliegen in 1 klap. Nu gaan we er lekker van genieten. Ik zou dat biertje pakken. Ja, die staat ook uit.